Het gezaghebbende Britse magazine Time Out heeft Pathé Tuschinski in Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld. Het blad heeft de lijst, samengesteld door redacteuren en kunstkenners, gepubliceerd in de editie die deze week verschijnt. Tekst gaat verder onder advertentie: de jury prijst Tuschinski als een nooit oud geworden droompaleis, met zijn elegante mix van art deco en art nouveau met strakke modernistische accenten. Het blad raadt zijn lezers aan een bedevaartstocht te maken naar dit weelderige, historische heiligdom voor de films. Het majestueuze Tuschinski Theater aan de Regulier Breestraat in Amsterdam werd geopend in oktober 1921. Het theater was een droom van bioscoop-exploitant Abraham Tuschinski, die terwijl hij op doorreis was naar de VS in Nederland bleef wonen. De bioscoop geldt nog steeds als een architectonisch hoogstandje. Met zijn unieke combinatie van Amsterdamse school, Jugendstil en Art Deco. Pathé heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw, ter gelegenheid van de naderende 100ste verjaardag. Het theater werd een paar maanden geleden al door de International Cinema Technology Association, ITA, uitgeroepen tot het mooiste klassieke filmtheater van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Buzzelets Blok ADS.